Hallo allemaal. Voordat ik verder ga, wil ik jullie eerst even allemaal een heel erg gelukkig nieuwjaar wensen. Want wanneer jullie deze video zien, is het al 2019. Wanneer ik hem nu opneem, is het nog geen 2019. Maar dat maakt niet uit. Ik heb vandaag weer een nieuwe video voor jullie. Het is niet zo'n hele lange video. Want ja, ik wil gewoon een paar dingetjes bespreken over 2018 en weet je, allemaal die dingen. En omdat ik heb nog geen update video gemaakt van... vorige woensdag, laatste woensdag. In ieder geval die woensdag. Want het leek me leuk om hem nu te maken, omdat het nu net een paar seconden 2019 is. Leek het me leuk om een paar goede voornemens te bespreken wat ik heb en hoe 2018 voor mij was. En ondertussen rij ik dan door dit nieuwe kleine gebied achter is nog wat en steek ik vuurwerk af, want ik heb vuurwerk gekocht en lampionnetjes en allemaal dat soort dingen. Dus laten we maar beginnen. Ik wil eerst even vuurwerk afsteken. Ik heb deze nog niet geprobeerd, dus die gaan we even doen. En dan doe ik daarna nog een lampion. Oh, deze even wegklikken. En dan ga ik naar dat nieuwe gebied en dan ga ik wat vertellen hoe mijn 2018 was en wat ik voor 2019 wil of dat soort dingen. Ja, dat. Nog een mooi lampion. Kun je afstappen? Nee, natuurlijk niet. Hier. Jas. Laten we die rode doen. Die is dichtbij. En daar gaat hij. Doei. Wauw. Oké. Ik ga nu naar dat ene nieuwe gebied. Het is niet echt een gebied, maar dat waar iedereen staat. Ik weet niet precies hoe ik dat moet noemen. Je kan er dansen en er staan mensen en er is een disco en hier staat Alex. Oeh. Dit is dus nieuw. Dat is van laatste woensdag is het erbij gekomen. Ziet er super gezellig uit, maar ja. Kuch, kuch. Het is nog steeds niet helemaal over. Nu wil ik gewoon eventjes gaan vertellen hoe mijn 2018 eruit zag. Laten we maar meteen beginnen daarmee. In het begin 2018, rond begin, heb ik een club gemaakt die ik nu nog steeds heb. Wild Dukes. Ja, alles staat er, bijna alles staat er nog. Ja, ik vond het heel erg leuk. In het begin was het ook heel erg leuk. Alleen ja, ik weet niet, er waren zoveel mensen die erin wouden. En dat vond ik op zich niet erg hoor. Maar op een gegeven moment had ik best wel veel tijd in de activiteiten gestoken en bedacht hoe ik het wou doen. Maar ja, ik weet niet. Er kwamen gewoon steeds minder mensen er naartoe in de club. En dat vond ik jammer. En ik wist gewoon niet meer wat ik wou doen daarmee en hoe ik het moest doen. Dus toen had ik gewoon eventjes de club ja, gesloten. En dat is hij nu nog steeds. Ik hou hem wel, want ik zit er soms wel over na te denken om hem weer te openen. Maar ja, daar moet ik dan nog even goed over nadenken. Want ja, ik wil niet dat het steeds is open, dicht, weet je. Dat zit ook nergens op. Dus ja, dat is het hele Wild Jukes verhaal. En er gaat hier een wolk door het vuur heen. Of voor het vuur. Oké. Mooi. Maar oké. Het volgende leuke grote ding van 2018 is dat ik in 2018 een hond heb gekregen. Ja. Maxie. Ze is nu 8 maanden. En het gaat heel goed met haar. En het was ook heel erg leuk. Dus dat ook zeker een hoogtepunt van 2018. En in 2018 heb ik ook de 1700 abonnees gehaald waar ik heel erg blij mee ben. En ik heb natuurlijk ook nog veel meer video's gemaakt, leuke video's en allemaal dat soort dingen. En wat ik ook zeker van plan ben in 2019. Want ja, ik ben nog lang niet van plan te stoppen met filmpjes maken. En dan wil ik nu de voornemens van 2019 zeggen wat ik in mijn hoofd heb zitten. Dit zijn voornemens voor Star Stable, niet voor in het echte leven. Ik heb niet veel voornemens voor het echte leven, want ik hou me daar meestal toch niet aan. Maar in ieder geval, ik heb er drie. Drie. Ik wil vaker gaan trainen in 2019, want mijn paarden zijn meer level 1 dan level 15. En ja, dat moet echt veranderen, dat is echt slecht. En ik wil meer video's gaan maken, gewoon vaker van die andere video's behalve de updates, wat ik de laatste tijd ook veel heb gedaan. Dus nog een deel van mijn serie en
sketchdingen en allemaal dat soort dingen. Dus als jullie ideeën daarvoor hebben, zet ze gewoon altijd in de reacties. En dan schrijf ik ze op, want ik heb zo'n lijstje met ideeën en ja, dat. En ik wil vaker een meet and greet houden, dat ik gewoon op Instagram zeg waar ik sta. En dat jullie dan kunnen komen en mij kunnen zien. Want aangezien ik niet heel vaak online ben op Star Stable, wel soms. Maar als ik dan online ben, dan ben ik of aan het filmen of... De laatste tijd ben ik gaan trainen. En dan, ja, ik weet dan, tijdens het filmen reageer ik sowieso niet. Maar als ik soms online ben, dan reageer ik wel. En dat wil ik dus gewoon vaker. Want ik vind het leuk als jullie mij kunnen ontmoeten. Dus dat zijn mijn voornemens voor 2019. En nu wil ik gewoon nog eventjes leuk hier rondlopen en wat vuurwerk afsteken. En dat is eigenlijk wel een beetje de video. Ik wil hem niet te lang maken, want anders wordt hij misschien een beetje langdradig. Maar daar is een soort DJ-achtig iets met Kai. En Kai is blijkbaar een meisje. Oké. En Jasper is hier heel mooi aan het dansen. Je kan hier dus ook praten met iedereen. Dat ga ik nu eventjes niet doen. Maar dat kan je wel doen. Dat is wel leuk. En voor de rest kan je gewoon lampionnetjes en dingen afsteken. Ik wil nu nog een paar vuurwerkdingetjes afsteken. Omdat het natuurlijk wel leuk is. En daarna ga ik de video afsluiten. Dan kunnen jullie ook verder nieuwjaar vieren. Dus dat gaan we nu even doen. Ik heb er nog een paar. Nou, die kunnen we nu wel gaan doen. Laten we deze doen. Was dat het? Wow, spectaculair. Volgens mij is die steeds anders. Even kijken of we die kunnen zien. Nee, dat is te hoog. Maar net had ik die grote gedaan. Maar die heb ik een paar keer geprobeerd voordat ik een mooie kreeg voor de intro. Ja, ze zijn steeds anders. Dat is wel cool. Die hebben we gedaan. We hebben nog 3 van deze tollende zon. Waarom heet het geen Aydin Bloem? Zo heet het eerst volgens mij. Dat vind ik jammer. Oh, die kan ik daar doen. Oh, cool. Kijk hoe cool dit is. Ik wil nog zo'n grote afsteken en een lampion en dan ga ik de video wel stoppen. Daar gaat hij. Mooi. En dan nog 1 lampion. En dan ga ik daarbij de video dan afsluiten. Het was niet zo'n hele lange video. Maar ja, het was gewoon een beetje praatje over 2018 en 2019. De update was ook niet zo heel erg groot. Dus voor de rest kon ik ook niet veel meer laten zien. Maar ja, daar gaat de lampion. En dan sluit ik hierbij ook de video af. Even met mijn paard, dat is wel zo leuk. Twee seconden. Ik ben er bijna. Yes. Dan sluit ik nu wel echt de video af. Ik hoop dat jullie deze korte video leuk vonden. Zet zeker onder in de reacties hoe jouw 2018 was. En wat je goede voornemens zijn voor 2019 als je die hebt. En dan zie ik jullie weer in 2019 in de volgende video. Doei!